ik kan u wel vertellen wie hier in deze graf tombe liggen. En dat zijn graaf Engelbert en gravin Helena van Immerzeel. En deze zijn afkomstig uit België. Deze beelden zijn gemaakt door Artus Quellinus, een bijzondere beeldhouwer die dus dit graf zo heeft gemaakt dat de graaf en gravin hier liggen te rusten. Dat ze niet dood zijn, maar dat ze liggen te slapen en een bepaalde rust uitstralen. En die Artus Quellinus was een beeldhouwer in die tijd te vergelijken met een soort Rembrandt onder de schilders, zoals hij onder de beeldhouwers. Zij liggen hier in Bokhoven begraven vanwege de ongeregeldheden na de 80-jarige oorlog. Hun wens was eigenlijk om in Antwerpen begraven te worden, maar vanwege dus de problemen die er waren, vanwege de vrijheid, de beweging, het gevaar, het risico, hebben ze toen gekozen om in Bokhoven hun graf te laten plaatsen en zijn ze hier begraven. En Bokhoven heeft daar al die jaren, zeg maar, het profijt van om dit graf te mogen tonen in dit kerkje.